Ruben, gefeliciteerd met je debuut hier officieel in het AZ-stadion. En ook natuurlijk nog eens met een goal en assist. Mooie middag heb je gehad. Hele mooie middag, denk ik. Ja. Goal, assist, 5-1 gewonnen. Dus ja, beter kan eigenlijk niet. Wat is het mooiste als je er zo over nadenkt? Ik denk toch de goal. Dat voelt het beste, denk ik. Dit 3-0 was ook belangrijk. Dat zij niet meer terug in de wedstrijd konden komen. Ondanks die 3-1 nog. Maar ja, dat was denk ik wel het mooiste. Het was een bal, hij kwam volgens mij eerst vanaf achter toen naar Pavlidis en naar jou. Hoe heb jij hem ervaren, de goal? Ik dacht eerst dat de dieptebal op mij was. Dus ik wou er eigenlijk zelf achteraan rennen. Maar toen zag Pavlidis inderdaad goed achter die bal aanrennen. En toen zag ik dat hij de keeper ging omspelen. Dus ik dacht, ik moet voor de goal zijn. Wilde hij hem gaan voorgeven. En toen gaf hij een goede bal en ik kopte hem goed binnen, denk ik. Het was inderdaad de 3-0, dan zeg je zelf van, nou ja, dan ben je in ieder geval los eigenlijk. En dan kunnen ze er niet meer overheen. Maar het begint natuurlijk al in de vijfde minuut, als ik het goed heb, met jouw druk zetten, waardoor je een assist kan geven. Was dat gelijk vanaf het begin dat je dacht, dit wordt gewoon mijn moment en we gaan er gelijk helemaal vol voor met volle druk naar voren? Ja, want hadden we ook afgesproken dat we gelijk scherp moesten zijn. En dat waren we op dit moment als team, denk ik. Dus ja, dan... ging het druk zetten goed en viel er gelijk een goal uit. Dus dat is belangrijk dat je gelijk vroeg scoort. Is het dan ook dat je dacht van dat je een klein beetje loerde op? Hij ging natuurlijk een klein beetje de mist in die verdediger. Loerde je dan op of komt dat juist door dat druk zetten? Ja, kijk, als je met hoge intensiteit druk zet, dan heb je een grotere kans om de bal te veroveren. En dat deden we nou met z'n allen op het begin. Dus dat levert gelijk een doelpunt op, dus dat was top. Ja. Dan ben je vandaag 5-1, je maakt je debuut. Hoe was het om zo in het aanvalstadion voor het eerst echt voor de Eredivisie te spelen? Ja, het was heel mooi met de supporters ook. Ze stonden gewoon achter ons. Dus, ja. En als team beter gespeeld denk ik als donderdag in Andorra. Dus dat is ook nog positief voor het team. Dus ja, beter kan eigenlijk niet. Hoe voelt het verschil? Hè? Je hebt natuurlijk het afgelopen jaar in de KKD gespeeld met de MVV. Kom je hier in de Eredivisie, is het gelijk een groot verschil? Is het anders? Is het wennen? Ja, kijk, het is logisch dat het tempo hoger is, maar dat wist ik. En daar heb ik in de voorbereiding ook een beetje aan kunnen wennen. Dus dat was niet voor mijn gevoel een super groot verschil. Dat zal het wel zijn, maar ik was goed voorbereid. Je eerste officiële goal voor AZ, is dat nog het vierde waard of is het gelijk door naar donderdag? Ja, we moeten natuurlijk door naar donderdag, dus ik ga niet te gek doen.